Meneer Janssen, we beginnen met het belangrijkste, misschien de uitslag 1-0. Ik kan me voorstellen dat het u niet totaal ontevreden stemt. Nee, maar ook een vervelende uitslag. We hadden nog gehoopt op een doelpunt te maken, maar dat is niet gelukt. Wel een bal die Wesley die onterecht afgekeurd is, de bal komt van de tegenpartij. En dat is jammer, want dan had het 1-1 geweest en had ik meer mee kunnen leven. Maar over het algemeen in de hele wedstrijd vond ik dat wij veel te veel corners en vrije trappen tegengemaakt hebben. En waar dat Loker niet heel sterk is. En net zoals een week geleden maken ze daar de 1-0 op. En dan probeer je dat toch je spelers voor te waarschuwen. Maar ja, veel te veel domme fouten onder zeil. En dan weet je met goede trappers en aan het plaats nog Leko dat dat, ja, dat dat afgestraft gaat worden. Maar in het algemeen vond ik dat wij de eerste helft niet goed gespeeld hebben. Stond wel een goed blok, maar je zegt dat je een speler als Klaassen mist in de omschakeling. Want dan konden we er sneller en beter uitkomen. En dat is vandaag niet echt gelukt. En ons beste half uur kwam het na de 1-0. Want dan kregen we wel een paar mogelijkheden voor gelijk te maken. Maar het kan niet zijn als wij een corner hebben en dan in de omschakeling gepakt worden en dan een domme fout maken waar dat Loker dan op scoort. Daar ben ik wel in ontgoocheld, want dat proberen we heel deze dagen er proberen uit te halen. Maar ja, 1-0. Twee ploegen die op 90 minuten van de finale staan. En onze 12e man zal moeten aanwezig zijn volgende week. En dan is alles mogelijk. Hoe schat u de kansen in van Liersen? Blijft dat nog altijd 50-50 of is dat toch een ietsje gedaald? Nee, kijk, het is ook zo. Loker speelt nu bij ons. En we weten ook goed genoeg dat als zij één goal maakt, moeten we dat drie maken. Maar zo moeten we niet gaan rekenen. We moeten gewoon van in het begin volle gas geven. En dan kijken we wel waar dat schip strandt.